Zo'n 120 deelnemers, jong en oud, hadden zich ingeschreven en er werden behoorlijke snelheden behaald. De bedoeling van de sport is om juist door het pumpen en een goede bochtentechniek snelheid op te bouwen en zo telkens de snelheid te vergroten. Nederlands kampioen Michel Schotman uit Wezepen was een van de deelnemers. En na zijn eerste ronde vroegen wij hem hoe het was gegaan. Het ging redelijk goed. Dus wat ik zeg, dus eigenlijk de vorige week ben ik hier voor het eerst op de baan geweest en vandaag de tweede keer. Ik heb net lekker getraind en de baan ligt er goed in. Sommige bochtjes zijn redelijk krap, maar dan moet je gewoon accepteren. Heb ik op getraind hoe ik daar doorheen kan draaien. En de eerste ronde ging eigenlijk, was acceptabel. Ging eigenlijk best goed. Hoe is hij in deze sport terechtgekomen? Ik doe BMX vanaf mijn 9e. Ik ben nu 25, dus ja, ik doe het al een aantal jaren. Ik doe het nu professioneel voor 3 à 4 jaar. Dus ja, het is eigenlijk mijn werk, fietsen op een BMX-fiets. Daar verdien ik eigenlijk mijn geld mee. Pumptrax, dat is echt nu sinds 4, 3 jaar echt upcoming in Nederland. Zoals Boost Pumptrax heeft dit afgelopen jaar heel veel Pumptrax neergelegd. Je ziet in heel veel gemeentes wel dat er steeds meer en meer komt. En BMX Racing op een BMX-baan en met een Pumptrax ligt redelijk dicht bij elkaar. Dus het is voor ons ook heel makkelijk om over te stappen op een Pumptrax om daar ook wedstrijden mee te doen. Ja. Dus op een Pumptrax fiets ik nu zo'n ongeveer 2, 3 jaar. Als je zo op de baan keek, is er veel jeugd te zien. Maar er zijn ook senioren. Je zou haast kunnen stellen dat het een sport is voor alle leeftijden. Eigenlijk voor alle leeftijden. Dat is leuk aan de Pumptrax, dat ook dat het asfalt is. Want de kleine jongen op een loopfiets kunnen al mee beginnen. Maar je kunt er ook met de step op, met de skilers op. Dus ook, je ziet heel vaak de jongere kids gaan erop fietsen. En dan de ouders nemen ook een fiets of een step mee. En die denken, ik ga ook even een rondje proberen. Dus vandaar dat de leeftijd ook heel groot is. Het is eigenlijk van jong tot oud. Dan kun je eigenlijk meedoen hier. Deze vorm van wielersport wordt, zoals Mitchell al vertelde, veel beoefend door de jeugd. Onder andere door Twan van Dorp. 7 jaar lang zit ik al BMX. Mitchell vertelde dat het lijkt of alle banen hetzelfde zijn, maar dat is zeker niet het geval. Op de vraag welk cijfer hij zou geven aan deze baan wat betreft de moeilijkheidsgraad, gaf hij een hoog cijfer. Moeilijkheidsgraad is het wel, vooral op hoge snelheid, dan geef ik het zeker wel een 8, denk ik. Dezelfde vraag stelden we aan Twan. Ik vind het wel een leuke baan. Het is alleen wel krap als je echt op snelheid moet gaan rijden. Hoe maakte Twan met deze sport kennis? Een buurjongen van ons deed het. En toen ben ik een keer gaan kijken. En toen leek het me ook leuk. En toen heb ik het geprobeerd. En toen was het ook leuk. Nederland doet het goed in Europa. En deze pumptrack sport is zeker populair en groeit nog door. Je spreekt over pumptrack, maar toch is de fiets voorzien van trappers. Hoe zit dat nou precies? Ja, kijk, dat wel. Kijk, maar je moet gewoon pumpen met je fiets. Dat zegt het eigenlijk al. Je gaat eigenlijk gewoon pompen over de baan heen door snelheid te maken door de gaten en de bochten. Aan Twan de vraag hoe het ging tot nu toe. Vandaag ging het best wel goed. De training ging gewoon lekker. Bochten vond ik wel krap, maar daar hebben andere mensen ook last van. En toen had ik mijn eerste run en die ging vrijwel vlekkeloos. Gekscherend wordt er wel eens gezegd door mensen die deze sport niet kennen, dat er te grote mensen op een te klein fietsje hun sport beoefenen. Ja, dat zeggen ze, maar ja, dat mogen ze vinden. Ja, ik ben op een klein fietsje begonnen en nu ben ik zelf gegroeid, maar het fietsje is niet gegroeid. Dus ja, dat maakt me niet uit wat mensen het vinden. Ik vind het een supermooie sport en daar geniet ik van.